Angst en medeleven strijden om voorrang. Medeleven voor onze vluchtende medemens, maar tegelijkertijd ook vrees voor diezelfde medemens. Want we zijn bang voor criminaliteit, voor terrorisme en soms zelfs voor ons pensioen. Waar komt deze angst vandaan en is deze angst ook terecht? We hadden er graag met gasten over gesproken die zelf deze angst en zorg ervaren. En we hebben met een aantal van hen gebeld, maar zij zagen het niet zitten om in deze uitzending te komen. Vandaar dat we wel welkom willen heten Rien van der Toorn. Hij is een bruggenbouwer en columnist en bestuurslid Wim de Kloe. Sam Lewis is ook bij ons. Hij is 16 jaar geleden gevlucht uit Syrië. En mijn naam is Karin van Essen. Welkom bij Family 7 Live. Wie kan zonder tranen kijken naar het jongetje wat aanspoelde op het strand in Griekenland? Natuurlijk raakt het ons. Maar wat als er een opvang is aan het eind van onze straat of in onze woonwijk? Wat als onze dochter 's avonds moet fietsen langs een groot vluchtelingenkamp? Het komt dichtbij. We willen vandaag praten over het thema angst voor vluchtelingen. We kijken eerst naar wat beelden. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om onderzoek te laten doen naar het opnemen van vluchtelingen in de stad Schiedam. Maar wat vinden de Schiedammers hiervan? Lieve mensen, de stad Schiedam heeft besloten om onderzoek te laten doen naar het opnemen van vluchtelingen in de stad. Wat zouden jullie daarvan vinden? Opnemen in de stad, ja. Als er echt oorlogsvluchtelingen zijn, wij zijn in de oorlog ook geholpen toen we moesten vluchten, dan mogen ze dus mij opnemen. Ja. Maar er zit nog zoveel andere mensen tussen die er niet bij horen. Op tegen. Want, ja, en waarom? Nou, wij wonen in het oost. Wij. Dat zit er vol van de illegalen, de verslaafden. We hebben er niks als last van. Auto's beschadigen, rotzooien, matrassen op de straat. Dus daar hebben we het al moeilijk genoeg mee. Dus waarvoor moeten nog meer? Wij. En dan zeg ik, net zoals Pim van Tuin, vol is voor goed. Je kan ze allemaal wel hierheen houden. 3 miljoen, 4 miljoen, 10 miljoen, we koppen allemaal op ons af. 50 miljoen, 100 miljoen. Afgelopen weekend liepen hier honderden sportievelingen rond op een gezellig evenement. Maar volgende week zullen er in het voormalige Dam tot Dampark mensen onderdak vinden. Buurtbewoners zijn angstig over de komst van hun tijdelijke nieuwe buren. Nou, dat vind ik niet goed. Ik vind dat dit park moet eigenlijk gewoon voor de mensen zijn. Die lopen harten hier ook en er lopen kinderen hier ook. En die mensen durven niet meer de straat op. Het is dubbel natuurlijk en die mensen hebben hulp nodig. En ik denk dat we dat ons toch wel allemaal realiseren. Alleen ik denk dat de plek, dat blijft voor mij toch ook wel spelen. Dat niet helemaal is zoals het veilig is voor iedereen. Kijk, er gebeurt wel heel rare dingen wat je op tv ziet. Hè? Dat een vrouw aangevallen wordt en weet je wat, zulke dingen allemaal. Hartelijk welkom. Fijn dat jullie er zijn. Wim, is deze angst herkenbaar voor jou? De zorg, wat ze allemaal doen? Ik begrijp het wel, ja. Ja? Mensen zijn bang voor het onbekende. Ja. En ik vind het logisch dat je liever niet in je achtertuin een vluchteling hebt. Ja. Ik snap dat. Ja. Want je weet niet wat er gaat gebeuren. Ik begrijp het wel. Ken jij zelf ook mensen die bang zijn voor vluchtelingen? Ja, ik ken veel mensen die bang zijn voor vluchtelingen. En wat hoor je dan veel? Dat Nederland overspoeld raakt door de islam. Dat hoor je veel. Mm-hmm. Dat het ten koste gaat van onze welvaart. Dat mensen eigenlijk op zoek zijn naar een beter bestaan en niet echt op de vlucht zijn. Dat hoor je ook heel veel. Ja, dat het vluchtelen zijn gespeeld is. Dat het economische noodzaak is. Dat mensen ontkennen dat het werkelijk nodig is dat mensen op de vlucht zijn. Ja. Hey, je schrijft columns voor het Reformatorisch Dagblad. Ja. En je bent ook ouderling in de kerk. Je bent bestuurslid bij Driester. Wat is nou jouw grootste passie? Mijn grootste passie is om duidelijk te maken in dit kader dat angst niet nodig is. Als je de Heer Jezus mag kennen, als Hij je zaligmaker is, als je leven mag voor God en naar zijn woord, dan hoeven we niet bang te zijn. Oké. Okay. En dat wil ik graag mensen vertellen. Ja, en je hebt er zelfs in een column, die vond ik trouwens wel heel pakkend, iets over geschreven waarin je een soort extra brief maakte
van het boek C.S. Lewis, Brieven uit de Hel. En jij schreef dan, ons rijk is een rijk van angst en ontwrichting. Dat was een van de zinnen die in die column stond. Ja. Denk jij dat de boze ook die angst en ontwrichting zaait onder ons als Europese bevolking? En angst is toch ook wel weer een goede raadgever? Ik denk dat angst geen goede raadgever is. Nee? En ik denk inderdaad dat de boze angst onder ons zaait, ja. Als de duivel een appel doet op mijn eigen ik, op mijn gevoel voor welvaart, mijn gevoel voor comfort. Ja, dat druist in tegen het komen van vluchtelingen. Ik begrijp dat. Ja. Maar daarin ben ik geen christen. Ik denk dat een christen niet gericht is op het hier en nu, maar dat hij gericht is op de toekomende. En dat hij de Heer Jezus volgt, ook als dat moeite kost. En ook als dat ten koste gaat van de welvaart en van het comfort in mijn leven. Mooi. Rien, jij bent getrouwd. Een prachtige vrouw, ja, maar die ook vluchteling is uit Iran. Ja. Hoe reageerde jouw omgeving toen je haar meenam en zei, kijk, hier ben ik verliefd op geworden? Ja, nou, dat was geen verrassing, want ze is mooi en leuk. En ik ben ook iemand die al heel veel toen met vluchtelingen en mensen uit andere culturen omging. Dus het was geen verrassing en voor mijn ouders was het ook, was ze ook meteen welkom. Maar ik herinner me wel toen ik begon met het werk onder vluchtelingen in Scheveningen, waar ik vandaan kom. Daar was het wel vreemd wat ik deed. Dat ik op mijn verjaardag meer vluchtelingen had dan Scheveningers. En het is wel een samenleving waar je niet snel mensen van buiten toelaat. Dus ik heb wel heel veel onbegrip. Onbegrip, ja. Ja, zo van, waar is hij nou mee bezig? Maar reacties van angst, heb je die gehad? Heeft zij die gehad? Ja, niet direct. Het scheelt dat ze heeft al wel een heel echt Midden-Oosters uiterlijk, maar geen hoofddoek. En dat neemt al heel wat angst weg. Die moest ze wel dragen in haar eigen land, maar hier niet. Maar ze is nog wel eens in de winkel dat men met een scheef oog naar haar kijkt, hoor. Zo van, neemt ze iets mee of niet? En dan wordt ze echt in de gaten gehouden. Totdat ze zelf eigenlijk een stap zet en in goed Nederlands vraagt waar de balletschoenen staan voor haar dochter. En dan verzacht het wel weer. Zij voelt het dan aan en dan gaat ze even laten zien van een keurig Nederlands. Precies. Dan moet je even die eerste stap zetten misschien als vluchteling. Ja. Ja. Hey, en kom jij ook angst tegen bij vluchtelingen? Ja, zeker. Ik geef onder andere les aan Syriërs die statushouders zijn geworden. Dus net geaccepteerd zijn, moeten integreren. En ik help hun om de Nederlandse cultuur te begrijpen. En dan kom ik heel veel angst tegen van, wil men ons eigenlijk wel? Of de vrijheid hier, kunnen mijn kinderen die aan? De angst voor, kan ik mijn moslimgeloof nog wel belijden in zo'n vrij land, waar men niet zo blij is met islam? Aan de andere kant zitten soms nog meer angsten dan bij ons aan de Nederlandse kant. Goed om ons te realiseren, hè, dat er bij beide kanten. Hey, maar ben jij dan wel eens bang voor die grote vluchtelingenstroom, islam? Heb je daar wel eens zorg om? Nou ja, je merkt dat elke nieuwe stroom migranten brengt aanpassingsmoeilijkheden met zich mee. We hebben dat in de geschiedenis natuurlijk wel vaker gezien. Hè? Ook de eerste generatie Molukkers, die notabene vaak christen waren, hadden aanpassingsmoeilijkheden. We hebben het hun ook heel moeilijk gemaakt. Maar we zijn inmiddels bij de derde, vierde generatie. En dan zie je dat, dat mensen zich eigenlijk helemaal hebben geïntegreerd. En gouden medailles halen op de Olympische Spelen. En dan zijn het toch weer wij Nederlanders die dat doen. Dus die tijd zal ook niet lang duren dat Syriërs voor ons ook een gouden medaille halen. En dan zijn we ontzettend blij met ze. In het begin geeft het wel problemen. Mensen zien vaak de grote aantallen en denken dat ons land dat niet aan kan. Nee. Terwijl het percentage gewijs natuurlijk wel wat minder is dan we. Weet je het percentage? Nou, niet uit mijn hoofd. Maar Duitsland neemt natuurlijk veel meer mensen in dan Nederland. Dus dat is al een verschil. Bovendien, het percentage wat naar Europa vlucht, ligt echt ruim onder de 0, zoveel procent. Ja. 60 miljoen zijn er op de vlucht in allerlei landen. En daarvan komt onder de 0, komt er iets naar Europa. Ja, ja. Ja. Dus dat zijn relatief hele kleine aantallen. Maar goed, het vergt wel wat van ons. Hey Sam, heb jij meegemaakt dat mensen bang waren voor jou? Dat ze
Nee, helemaal niet. Oh, gelukkig. Nee. Mijn uiterlijk niet van Midden-Oosten of iets, maar het was gewoon met de mensen spreken. Niemand kijkt naar mijn achtergrond zo extreem. Nee. En je kwam ook in een klein dorpje, misschien heeft dat ook gescheeld. Je kwam in een dorp waar niet heel veel vluchtelingen op dat moment waren. Ja, het was een kleine opvangcentrum van 250, maar was gewoon net in het dorp en betrokken in de kerk. Ja. Dus er was gewoon geen grens. Met mensen in de kerk spreken, eerst Engels spreken, maar gewoon was goed. Ik wilde een vraag stellen, maar je geeft zelf al een beetje antwoord. Wat zou jij kunnen doen, wat kunnen vluchtelingen doen om die angst te verminderen? Maar je zei het al, ik ging betrokken in de kerk. Wat zou je vluchtelingen willen meegeven om die angst wat te verminderen? Eigenlijk, dit is ook de laatste tijd van studie of andere. Vluchtelingen hebben geen familie, geen vrienden. Dus steun die vluchteling soort voor eigen kracht. Als iemand gewoon eigen kracht of vrienden, dus wordt meer sterker. Als meer sterker kan gewoon in de maatschappij echt goed participatie en met de mensen gewoon echt meedoen. Dus en gewoon... de vluchteling kan zelf ook, hè, zoals jij hebt zelf initiatief genomen bij de kerk betrokken te raken. Dat ja, is mooi. Ook actief voor de jeugd, zoals in het bestuur van Oranje Vereniging 3 jaar geweest. Leuk. Maar gewoon ook in de maatschappij. Mooi. Ja. Ja, en ik had het er net met Rien over dat de vluchtelingen ook bang zijn voor onze cultuur. Maak jij dat mee onder Syriërs, dat er angst is voor Nederland, voor de Nederlanders? Dit is de land van de vrijheid, vrij geloof. Mensen komen naar Nederland, maar gewoon van hun kant moet gewoon meer weten en meer leren. Wat is verschillen tussen hun cultuur en hier? Ja. En gewoon aanpassen. Dus niet veel angst en denken, gewoon mensen met de tijd gaat gewoon integreren. Nou, hartstikke mooi. Wim, ik ben even benieuwd. Je bent ook bestuurslid bij de Driestar. Dat is een grote school voor voortgezet onderwijs in Gouda. Ja. Maak jij ook veel angst mee onder jongeren? Veel angst meemaken, dat kan ik niet zeggen. Er is wel veel angst onder jongeren. Er is veel onzekerheid over de toekomst onder jongeren. En dat uit zich ook in een afwijzende houding. Veel jongeren voelen zich aangesproken door de gedachtegang van bepaalde politici dat Nederland vol is en dat het wel genoeg geweest is. Ja. Dat geloof ik wel. Ja. Gelukkig niet allemaal. Nee. Ja. Maar jongeren die denken dan aan hun eigen toekomst en die zijn dan misschien bezorgd van ze nemen ons plekje misschien in. En ik begrijp dat wel. Dat wordt ze ook aangepraat. Ja. Ja. Ze nemen ons plekje in, er is straks geen werk meer voor ons, er is geen welvaart meer voor ons. Ik begrijp dat wel. En je zegt, het wordt ze aangepraat omdat je niet denkt dat het waar is. Ik weet niet of het waar is. Nee. En dat kan me ook niet zoveel schelen. Nee. Ik denk dat wij als christen de vluchteling hebben te zien als iemand die op onze weg geplaatst wordt. En dat dat ons handelen bepaalt. Ik kan het vluchtelingenprobleem niet beïnvloeden. Ik kan het niet oplossen. Ik ben van mening dat het goed zou zijn als veel vluchtelingen in de eigen regio opgevangen zouden worden. Voor hunzelf goed zou zijn. Dat is niet mijn invloedssfeer. Wat ik wel kan doen, is een Nederlandse opvangen als mensen die van door dezelfde God geschapen zijn als ik. En die ook recht hebben op een plekje hier. Op hulp hier, op de steun van Nederlanders. Dat geloof ik. En dat wil ik graag, dat jongeren ook zouden doen. Mooi. En je probeert dus met je columns ook een beetje te prikkelen en te confronteren. Een beetje wel, ja. Wat is je missie om te communiceren? Nou, mijn missie is om uit te dragen dat het christendom volgens mij wat anders is dan behoren bij een sociologische groep. Een groep die een aantal regels heeft en die zich hier aan houdt en daar aan houdt. Ik denk dat christen zijn betekent dat je Christus volgt. En dat je op hem lijkt en dat dat je handelen bepaalt. En heeft Christus ons geen fantastisch leven hier beloofd? Dat heeft hij niet. Dat zou wel eens een leven van, in zekere zin ook van lijden kunnen zijn. Achter hem aan. Omdat... maar wel is ons verzekerd dat de toekomst bij hem volmaakt zal zijn. En ik denk dat een christen zo moet leven dat hij op hem lijkt en hem volgt. Je noemt nu ook 2 keer dat we het in een groter perspectief zien dan het stukje hier. Ja. Het is een groter geheel en daar is het stukje op aarde een onderdeel van. Ja. Ja, mooi. Ik ben bang dat veel christenen erg voor dit leven leven, voor deze tijd leven. Ja. Voor de welvaart gaan.
is heel belangrijk. Materialisme, ja, daar schrijf ik ook een beetje tegen. Dat ik denk dat het niet goed is om een materialistische levenshouding te hebben. Je mag wel genieten van de dingen. Maar de Bijbel zegt dat je ervan moet genieten alsof je het niet hebt. Ja. En dat je het ook uit handen kan laten vallen en dat je verder kan leven, ook zonder. En dat geldt voor veel dingen. En ik denk dat we dat met z'n allen, en dan begin ik maar bij mezelf, want ik schrijf vaak eerst ook tegen mezelf. Dan begin ik maar bij mezelf en denk dat we dat een beetje vergeten zijn. Ja, sterk. Weet je welke column ik ook zo leuk vond? Dat weet ik niet. Die ging over dat je de christelijke vluchtelingen even ging uitleggen hoe het werkt in de kerk. Om aan alle ongeschreven regeltjes zich te houden. En het pepermuntje komt dan. En dan moet je niet daar gaan zitten. Want het zou maar zo kunnen dat daar... Die vond ik ook wel prikkelend naar ons toe. Nou, dat wij soms ook wel een beetje vastzitten aan onze gewoontes. Ja, ik begrijp dat wel. Ik was er ook wel een beetje trots op, want ik heb nog nooit zoveel reacties gehad als op die column. Okay. Buitengewoon veel. En iedereen vindt het leuk, maar dan denk ik, maar wat doe je nou mee? Dat heb ik ook gezegd tegen mensen. Die zeiden, leuke column, goeie. Dan zei ik, wat doe je nou mee? Ja. Want het gaat natuurlijk wel om dat wij, en dan begin ik maar weer bij mezelf, er anders mee omgaan. Want wat ik hoorde in de reacties was dat mensen zeiden, ja Wim, eigenlijk is het ook wel een beetje zo. Het is ook zo verschrikkelijk herkenbaar. Ja. Ja. Dus eigenlijk is het helemaal niet leuk. Dat bedoel ik. Ja, we mogen ook in de kerken gewoon veel meer ruimte en veel meer misschien ook kleur geven aan hen die ook een schuilplaats zoeken in onze kerken. Ja. En we zitten zo vast aan onze maniertjes en patroontjes. Dat is christelijk volgens mij. Het was wel, het was wel prikkelend hoor. Ja. Ben je wel eens bang voor de invloed van de islam in Nederland? Dat die nu groter wordt? Ja, daar ben ik bang voor. Ik denk dat de invloed van de islam groter wordt in Nederland. Ik denk dat het ook komt door de secularisatie. Het christendom heeft steeds minder te zeggen in Nederland. En ik zie ook dat het aantal moslims toeneemt en dat de invloed van de islam ook toeneemt. En dat zou in de toekomst nog wel eens meer kunnen zijn. Ja. Alleen, ik denk niet, als onze reactie, als een christelijke reactie is, hou dan de moslims maar tegen, dan ben je daarin per definitie onchristelijk bezig. Ja. Dan verlies je de kern van het christen zijn. Daarom mag je dat niet doen. Nee. Zou je willen reageren, Rien, op deze... Ja, ik denk een terecht punt is dat de islam eigenlijk pas een bedreiging is... als wij als Nederlanders en als christenen niet meer weten wie wij zijn. Onze eigen identiteit niet meer goed kennen, onze wortels. Ja. Ik denk, als jij weet wie je bent, als je weet wat je identiteit is... dan hoef je ook niet zo bang te zijn voor nieuwkomers. Ja. Die kunnen jou niet zomaar omverblazen. Daarom ben ik, ik heb altijd een beetje een paradoxale verhouding tot mijn afkomst. Ik ben een Scheveninger en in die zin ben je wat kleindenkerig over de wereld om je heen. Dat is een vissersdorp. Maar het heeft mij ook wortels meegegeven waarvan ik weet van, nou, ik weet waar ik vandaan kom, wat mijn kleur is. En dan denk ik van, nou, nieuwkomers kunnen mij niet zomaar van mijn plek halen of mij doen twijfelen aan waar ik in geloof, waar ik voor sta. Misschien is dat juist wel een probleem in onze samenleving, dat heel veel mensen niet zo goed hun identiteit hebben. Dat door de vrijheid en de ontzuiling van de kerk, dat er juist wat meer open ligt. Ja, als je identiteit een antiek potje is wat op de kast staat, hè, waar je zuinig op moet zijn, wat vooral niet om moet vallen, ja, dan ga je er zo mee om. Dat begrijp ik. Want dan wordt er tegenaan geschopt en dan ligt het in diggelen. Maar als je identiteit een levende werkelijkheid is, waar je mee leeft, voor Gods aangezicht, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, dan kan het ook een stootje hebben. En dan denk ik dat het, daar ben ik met jou eens, Rien, dat het vanuit je overtuiging, dat je geroepen wordt om je medemens in elk geval te respecteren. Ja. Dat vind ik al heel wat. Ik hoef zijn overtuigingen niet overnemen. Dat ga ik ook niet doen. Maar ik moet hem als mens wel respecteren. Het kan dan een stootje hebben, maar het kan dan ook heel veel invloed hebben. Hè? Dat mag als ik hopen. Als je een levend geloof hebt, dan zal dat ook invloed hebben. En dan zal dat anderen ook raken. Ja. Mooi. Ja. Hey, tot slot, hoe ga jij zelf als christen om met je medemens, met vluchtelingen? Komen ze wel eens bij je thuis of bezoek je ze wel eens? Nee, ik ga weinig om met vluchtelingen. Ik heb er ook de tijd niet voor. Maar ook in ons dorp zijn er niet zoveel. Er is recent een groep van statushouders gevestigd in het dorp. Vanuit de kerken, de plaatselijke kerken, dat zijn er 3, wordt er actie ondernomen om die mensen te helpen bij een integratie. Ik vind het fantastisch mooi als ik zie in de gemeenschap hoe de 3 kerken met elkaar samenwerken. Dat elke vluchteling gekoppeld wordt aan iemand uit het dorp. Een kleine dorpsgemeenschap die daar op bezoek gaat. Een van onze kinderen gaat er ook heen. Die er op bezoek gaat. Die zegt, oh ja, hij ligt op de grond, mam. Hebben wij niet nog een bed staan wat we kunnen... Nou, dat vind ik mooi. Ja. En dan zie je dat de verschillende
verschillen ook overstegen worden en dat mensen hand in hand staan en graag helpen om zo iemand een plekje te gunnen in de samenleving. Op mijn weg is het nog niet gekomen om direct in contact te treden met vluchtelingen. Ik heb veel andere dingen te doen waarvan ik denk dat ze ook belangrijk en nuttig zijn. Ik denk dat je indirect heel veel helpt door je columns en door op te roepen. Maar ik denk dat Rien en Sam je zo na afloop wat contacten kunnen geven. Ja. Dat is mooi om het zo met elkaar te doen. We hebben ook een actualiteit, die pak ik er even bij. Elke week hebben we een soort artikel of een actualiteit die speelt. Nu is het een artikel uit het Algemeen Dagblad, waar staat: angst voor vluchtelingen groeit, kan ik mijn rokje nog wel aan? En dan gaat het gewoon bijvoorbeeld over een moeder, ik ga het hele artikel niet lezen, die ontzettend geraakt was door wat er gebeurde en kleding ging inzamelen en van alles ging doen voor de vluchtelingen. Maar op het moment dat er in haar dorpje een groot centrum kwam en haar dochter met het rokje aan langs moest fietsen, toen voelde ze opeens wel wat anders. En daar gaat dit artikel over, van ja, het geweten van Nederland piept en kraakt, en terwijl gemeente en regering naastig zoeken naar opvangplekken en mensen zich inzetten, willen we hulp bieden, maar het begint te wringen als dat om de hoek van ons huis gebeurt. Zouden jullie daarop willen schieten? Die angst zou ik me voorstellen. Nee, ik las laatst ook over kinderen op een lagere school die hele radicaal-islamitische ideeën erop nahouden. En dat zelfs ook zeggen in de klas. Sympathie voor IS zelfs. Echt waar? Ja. Nederland? In basisscholen in grote steden. Oh. En dan denk je van, nou, dit daar word je niet blij van. Daar kun je zelfs echt bang van worden. Ja. Ik heb zelf in de Bijbel, vind ik het een hele mooie balans in Romeinen hoofdstuk 12 en 13. Hoofdstuk 12 gaat over liefde voor zelfs je vijanden. Dat je die kan het kwade overwinnen met het goede. Zegend wie u vervloeken. En dan Romeinen 13 gaat over de overheid die het zwaard moet hanteren. Zelfs staat letterlijk de toorn Gods moet uitoefenen over degene die kwaad doen. En ik denk van, daar zit volgens mij de sleutel tot heel veel van deze angst. Als wij als samenleving zouden meer lief hebben, degene die radicaliseren, want dat doen ze vaak uit afwijzing, ze horen er niet bij, dus ze gaan ze hun heil zoeken in een andere club. Als we die kunnen vasthouden door ze lief te hebben, laat de overheid dan maar streng zijn en een grens trekken aan degene die terrorisme willen uitoefenen of anderen willen betuttelen, zoals iemand die met een kort rokje wil fietsen. Die vrijheid moet bewaard blijven door de overheid. Maar als de overheid streng is, dan moet de samenleving juist heel liefdevol zijn. Maar misschien zou ik mijn dochter wel zeggen, trek toch even een langer rokje aan. Nou ja, zou kan kunnen. Eigenlijk vind ik dat je daar niet aan moet toegeven als samenleving. Maar je moet ook niet vanuit die angst om een kort rokje niet aan te doen, moet je ook niet mensen die daar moeite mee hebben vanwege hun cultuur keihard afwijzen en zeggen van jullie horen hier niet. Laten ze maar zien dat iemand met een kort rokje helemaal niet een hoer is, om het zo te zeggen. En laten wij ook maar begrip tonen voor mensen die bepaalde normen hebben, al zijn het niet de onze. Dat zijn ook niet meteen terroristen. Wat vind jij ervan, Sam, als je dit hoort? Dat de mensen dus aan de ene kant super zich inzetten voor vluchtelingen, maar het wel heel spannend vinden als het om de hoek is en hun dochter er langs moet fietsen met een kort rokje aan. Dit is met elke actie komt een reactie. Sommige mensen bang van extreem en denken onze vrijheid of onze cultuur kwijt. Maar gewoon kan ook met de vluchteling meespreken en vertellen, dit is onze landen, onze cultuur, onze vrijheid. En ik zie ook heel veel vluchtelingen ook kan goed passen in een maatschappij. Dus er ligt gewoon ook wat de taak aan ons als vrijwilligers om uit te leggen van, nou, in onze cultuur is dit, zijn dit de normen en waarden? Geldt het zo en betekent het niet dat het meteen een uitdaging is? Dus echt een stukje informatie geven. Ja, maar kijk naar die Arabische landen. Je ziet overal gewoon, ook platteland, gewoon heel veel anders dan gewoon bij de strand of bij de moderne of rijke plaats. Sommige mensen dragen daar ook geen hoofddoek in Syrië. Nee. En bij de strand, sommige plaatsen, ook Meridian of hele mooie dure hotel, gewoon ook normaal. Dus die mensen weten wat staat in de West. Ja. Wij hebben misschien ook niet altijd een goed beeld ervan.
Ja, het komt heel veel verkeerde beelden daar aan denken. Dit is overal raar. We volgen zometeen ons gesprek. En de vraag is eigenlijk ook een beetje, en daar gaan we straks meer over zeggen, volgen we in de voetstappen van de barmhartige Samaritaan of wint de angst het en lopen we het liefst met een boogje om vluchtelingen heen? We gaan na de reclame verder en dan praten we over dit onderwerp en gaan we ook kijken naar wat de Bijbel erover zegt. Dus tot zometeen, na de reclame zijn we weer bij u terug. Welkom terug bij Family 7 Live. We praten in deze afleveringen over en met vluchtelingen. En vanavond hebben we het over de angst voor vluchtelingen. We doen dat met Wim de Kloe, Rien van de Toorn en Sam Lewis. En ik ben wel benieuwd, Rien, je bent een bruggenbouwer tussen culturen. En je bent zelfs getrouwd met een vluchteling. Hoe is dat eigenlijk ontstaan bij jou? Hoe is dat begonnen? Het was niet heel logisch, omdat ik niet heel internationaal ben opgevoed of zo. Nee. Ergens in de vijfde van de middelbare school, vijfde jaar, toen kwam ik tot geloof. Dus voor mij werd het geloof een hartzaak en niet alleen maar iets van zondag. En daarmee werd ook gelijk mijn blikveld veel breder. Opeens kreeg ik aandacht voor de wereld, want God is een God van alle volken. En ik werd opeens geïnteresseerd in mensen helpen ook verder weg. Ik ging bewust naar Wageningen om niet-westerse sociologie te studeren, om daarmee naar andere landen te gaan. En dat was echt een direct gevolg van mijn keuze voor Christus. Ik ben uiteindelijk in Nederland gebleven, omdat ik merkte dat veel vluchtelingen juist daar vandaan hier kwamen. En sinds die tijd probeer ik die bruggen te bouwen die ik zelf eerst moest bouwen om vanuit mijn eigen kleine blanke wereldje naar de vreemdeling te gaan. Maar wel mooi dat je zelfs een soort brugbouwopleiding hebt gedaan. Ja, ook dat. Ja. En uiteindelijk ook getrouwd ben met iemand uit een andere cultuur. Ja. En ik moet zeggen, dat heeft mij het meest geleerd over cultuurverschillen. Ik vond het zo leuk dat je net zei, mijn kinderen zijn niet halfbloed, maar je noemt ze? Dubbelbloed. Dubbelbloed. Ja, dubbel mooi. Ja, dubbel mooi, dubbel bloed. Ja. Wat doe je dan, zeg maar, zo door de week? Noem eens wat van jouw activiteiten op die je dan doet als bruggenbouwer. Nou, ik geef trainingen aan kerken die meer willen weten over andere culturen of over islam. Ik help vluchtelingen te integreren. Mijn vrouw geeft veel pastorale hulp aan vluchtelingen die het moeilijk hebben. En ook training daarin. Dus we zijn heel veel bezig op het gebied van onderwijs en training en begrip vormen. Preken over dit onderwerp. Ja, prek je veel? Nou ja, ik denk juist in de kerken moeten we dit geluid laten horen. Ja, van hoe zou Christus omgaan met de vreemdeling? Wat wil God zeggen met de komst van migranten? Er is nog heel veel te ontdekken, ook in de Bijbel daarover. Dus leuk. Leuk. Ja. Hey, en hoe kijk je dan aan tegen die angst die er in Nederland is? Was die er bijvoorbeeld 10, 15 jaar geleden ook? Of is die nu toch wel wat toegenomen? Het is toegenomen, denk ik, omdat het meer in beeld is. Het komt dichterbij. Relatief zijn de vluchtelingenstromen groter. Hoewel, we hebben in de jaren, eind jaren 90 natuurlijk ook heel veel vluchtelingen gehad. Ja. Maar op een of andere manier was dat, dat was Oost-Europa, Bosnië, dat was dan iets dichterbij. Angola. Angola hebben we ook gehad. Dus ja, het gaat ook met golven hoor. Maar ja, ik merk dat bepaalde politici
je noemde het al, dat die daardoor ook wel een slaatje uitslaan. De angst ook wel een mooie manier vinden om een bepaald punt te maken en daarmee kiezers te werven. Ik denk dat het een heel oud-Hollands gezegde is die van onbekend maakt onbemind. En onbemind maakt vaak bang. Ja. En ik denk, echte liefde drijft angst uit. En om mensen te kunnen liefhebben, moet je ze eerst maar eens leren kennen. Dat onbekende, dat moet eraf. Dus ik vind het meest effectiever nog steeds dat je in contact komt met mensen uit andere culturen en ziet dat je allebei mens bent. Ja. Daar begint het mee. Het verhaal te horen achter die vluchteling. Precies, ja. En is het dan zo dat veel kerken jou dan uitnodigen, omdat ze bijvoorbeeld of zorgen maken om vluchtelingen, of dat er in hun woonplaats een grote groep komt? Hoe werkt dat? Nou, gelukkig, het is vaak heel positief. Van, wij willen iets meer begrijpen van andere culturen. Hoe gaan we om met andere culturen? Waarom denken mensen zo anders? En als je kan inzicht geven in cultuurverschillen, waar ze vandaan komen, hoe je ermee positief mee om kan gaan, hoe het een verrijking kan zijn van je kerk ook, nou, dan zie je hele leuke dingen ontstaan. Mensen zijn echt bereid om zich te verplaatsen in een andere wereld. Mooi. En dat is ook voor degenen die angst hebben ook de beste manier om ermee om te gaan. Zeg het maar eerlijk. Ga maar in gesprek met iemand. Hey, en kom jij dan ook christenen tegen die bijvoorbeeld ook echt die zorg voor die islam hebben, zoals we net al even bespraken? Ja, tuurlijk. Je ziet je eigen kerk misschien wat leger worden. Je ziet een nieuwe moskee gebouwd worden. En dan staat er al gauw een gevoel van concurrentie. En terwijl ik denk, met jou ook, van de secularisatie is een veel groter probleem. Het materialisme, dat holt onze kerken veel meer uit. Ja. Het gevaar zit hem nooit van ver weg, maar veel meer van binnenuit. Ja. En dat, Hoe meer, ik vond het wel mooi, hoe meer body wij er dan weer aangeven, hoe meer we en tegen een stootje kunnen en invloed hebben naar buiten. In de kerk. Ja. Ja. Ik vind het mooi wat jij zegt erin. Wat wil God hiermee zeggen met de komst van vluchtelingen? Hmm. Het zegt iets over ons bestaan. Hmm. Het lost ons, het stelt ons comfort ter discussie. En ik denk dat het goed is dat het een Bijbels gegeven is, dat het leven hier niet zo comfortabel is. En dat het ons toch weer meer richt bij het doel van ons leven, bij wie wij zijn voor Gods aangezicht. Ik was een paar maanden geleden in Afrika, in Malawi. Daar is op dit moment best flink wat honger aan de gang. En toen, nou, dan ben ik de hele dag onder die mensen. Heel mooi, is al veel van te zeggen, dat moeten we niet doen. Maar dan durf ik s'avonds bijna mijn bord eten niet leeg te maken. Nee. En dan ga ik naar huis en dan denk ik, mensen, kinderen, dit leven. Terwijl zoveel miljoenen, miljarden op de wereld op een totaal andere manier leven. Ja. Zou God dat met tegen ons te zeggen als het gaat om de komst van vluchtelingen ook? En hoeveel er dan ook komen? Ja, als we hem geborgen zijn, jij haalt de Romeinen aan. Als we hem, wie zal ons scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer? Dan zijn we veilig. Ja. Altijd en overal. Maar dat betekent wel dat we ons leven er ook naar inrichten. Ja. Nou, ik moet even denken opeens. Ik zag van het weekend met mijn dochter het Jeugdjournaal. En daar was een bericht dat er 25 miljoen was uitgegeven voor een nieuw pinguïneiland in een van de dierentuinen. Ja, ja. Niet in Nederland hoor, in Europa, in Amerika. Ja. 25 miljoen voor een pinguïneiland. En toen dacht ik, ja, dat is dus wel het stukje welvaart waar we mee te maken hebben. Dat is belangrijk, zodat wij daarheen kunnen gaan om daarvan te genieten. Ja. Terwijl in Malawi, maar ook in Syrië en ook misschien in de kampen. Ook in de kampen in Nederland. Misschien ook voor een Syrisch mens een eiland bij de... Geen pinguïneiland, maar ook ja, de helft van Dubai of die aan Nagiel gewone eiland. Ook dat door Nederlands mensen gebouwd. Ja. Nou, hebben we... Maar dan moet de Arabische wereld wel meewerken. Dat doen ze niet altijd. Nee, de Arabische wereld heel anders. Doet heel weinig. Ja, dat is eigenlijk ongelooflijk, hè? Ja. Maar goed, dat is dan weer een ander onderwerp. Blijkbaar hebben ze daar ook angst voor ook vluchtelingen. Angst. Ja. Ja. Hey, en helpt het ook als jij informatie geeft en cijfers geeft en verhalen vertelt? Merk je dat er dan ook meer beleving komt en minder angst? Ja, merk ik wel. Als je inzicht kan geven in hoe mensen denken en dat het niet zo eng is als het lijkt. En ook positieve verhalen laten horen, vind ik heel belangrijk. Want die zijn er ook. Er zijn mensen zoals Sam, die goed geïntegreerd zijn. Er zijn mensen die een bijdrage leveren aan onze samenleving. Ik ken moslimvluchtelingen die Christus hebben leren kennen in Nederland. En zelf zeggen dat was nooit gebeurd als ik niet eerst gevlucht was. Ik denk, die verhalen moeten we ook laten horen. Ja. En ik vind juist als christen heb je daar genoeg reden toe. Ja. Hey, en wat voor rol denk je dat de media speelt?
Als je kijkt naar wat we binnenkrijgen via het nieuws. Ja. En nieuws is pas iets als het negatief is. Dat is jammer. Ja. En dus hoor je de slechte verhalen het eerst. Want anders is het niet zo spannend. De media vergroten het. Dat Sam voor het Oranje Fonds werkt. Komt ook hier van eenzijdige kant van de media. Ook door de Arabische landen, Al Jazeera of andere, Arabia. Ja. Maar gewoon in Nederlandse kopie plakken, klaar. Maar niemand weet wat is echt gebeurd daar elke dag. Nee, we denken dan dat het elke dag gebeurt, terwijl het gewoon een groepering is. Ja. Door een rijke sheikh uit Qatar. Nou, wij gaan Al Jazeera gewoon starten, klaar. Ja, moeilijk hoor. Hey, en wat zouden kerken kunnen doen om angst te verminderen? Niet alleen onder de leden, maar ook gewoon in hun woonplaats. Wat denk je dat er zou kunnen gebeuren? Ja, ik zie het liefst een kerk die zijn deuren open heeft. Niet alleen op zondagmorgen, maar ook door de weeks. Ik ken kerken die een voedselbank zijn begonnen in de kerk. En dan in contact komen met mensen uit de wijk die ze anders nooit zien. Ik heb wel eens een onderzoek laten doen door twee studenten van de CHE in Ede. Die liet ik vrienden van mij, allochtone vrienden, liet ik een kerk bezoeken op een zondagochtend. Willekeurig, onaangekondigd. Kijken hoe de kerk reageert. Oh ja. En het is een leuk onderzoek geworden waarin bleek dat de denominatie niet eens uitmaakt. Maar veel meer de houding van de kerkleden naar mensen die voor de eerste keer in de kerk komen. Okay. Voelen ze zich welkom, worden ze als normaal mens behandeld. Niet anders, niet vreemd, niet afstandelijk. En met name ook als de dominee, de voorganger, want dat is vaak belangrijk in niet-westerse culturen. Als die het eerste stap zou zetten, het voorbeeld gaf, dan werd dat als heel positief ervaren. Ja. Maar er viel nog wat te verbeteren, want 14 van de 26 kerken wilden ze liever niet meer bezoeken. Oh, voelden ze zich niet thuis? Voelden ze niet thuis. Oh, dus die deuren kunnen nog flink wat opener. Ja. Hey, en wat zou er gebeuren als wij bijvoorbeeld als kerken helpen om een brug te bouwen? Dat heel veel Syriërs, die zitten nu niks te doen. Of ik noem Syriërs, maar ik bedoel eigenlijk de vluchtelingen. Ja. Want er zijn nu ook heel veel Afghanen en Irakezen. Maar als die vluchtelingen die niks doen, als wij die nu in contact brengen, bijvoorbeeld in bejaardentehuizen, en wij gaan als kerk een brug bouwen tussen hen en de Nederlandse bevolking. Hoe leuk is het om een potje te schaken of te dammen met iemand? En wat zou er gebeuren, denk je? Als kerken daar wat meer het voortouw in nemen om die brug te bouwen. Ja, ik denk dat het daar echt mee begint. Kleine initiatieven hoeft helemaal niet heel grootschalig te zijn. Maar zodra er contact ontstaat tussen Nederlanders en vluchtelingen, soms met handen en voeten, want taal is natuurlijk wel vaak een barrière. Maar dan zie je iets heel... Er vallen heel veel muren weg. Samen eten is zoiets eenvoudigs. Eten, een spelletje doen. Ja. Maar wat dacht je van hoeveel bejaarden zijn eenzaam en zou het heerlijk vinden om een wandeling te maken? Dan zeg je geen woord, maar geniet lekker samen van de lente. Ja, klopt. Of doe een boodschapje. Ja. En omdat je uit een niet-westerse cultuur vaak heel veel respect hebt voor ouderen, is het voor hun vaak ook een hele leuke manier om met Nederlanders in contact te komen. Ja. Dus er is nog zoveel te doen. Ja. Maar dat is misschien dan nog leuk om op te gaan pakken als bruggenbouwer, om te zeggen, gaan jullie bruggen bouwen? Ja, precies. En ik denk dat de kerk daar een mooie rol in kan spelen om dat te gaan doen. Ja. Tenminste, Sam, jij hebt ook echt wel gemerkt, hè, dat als jij dingen doet voor anderen, dat heel goed valt bij jou in het dorp. Als jij, Dit is verschillen. We hebben ook een probleem gehad. Was ook Irakese jongen heeft heel veel probleem. En hij wil een dochter ook ontvoeren. En hij was heel veel ook in het probleem, een paar keer vast. Dus komt een hele aparte beeld. Oh, pas op. Heel anders te kijken. Door dat verhaal ging iedereen anders kijken. Maar wat voor invloed heb jij als jij zeg maar iets doet in Hasselt voor anderen? Wordt dat goed ontvangen? Dit is heel veel gewoon ook positief. En de mensen kijken heel anders. En gewoon heel vrolijk overal begroeten en gewoon spreken. Supermarkt, ook kinderactiviteit. Ook in de plein mensen een beetje spreken en kijken hoe is het verder. En mensen heel veel gewoon open voor de gesprek. Ja, dus er valt nog wat te winnen op het gebied van samen een brug bouwen. Ja. Ik heb hier een stukje uit de Bijbel. Het is een stukje wat een heel bekend Bijbelgedeelte is, want het gaat over de barmhartige Samaritaan. Alleen we gaan ons echt richten op de vraag van de farizeer die zegt, wie is mijn naaste? En dan het verhaal van Jezus die dan het heeft over een mens
die op pad gaat en die door rovers in elkaar geslagen wordt. En waar de priester langs loopt, maar die hem laat liggen. Waar de leviet langs loopt, die er ook met een boogje omheen gaat. En waar dan een Samaritaan, een buitenlander, langskomt en die gaat hem helpen. En dan zegt Jezus tegen de Farizeeër: wie van deze drie is de naaste geweest van de man die in de handen van de rovers is gevallen? En dan zegt hij: die hem barmhartigheid bewezen heeft, dat is degene die de naaste is. En het is wel interessant dat de vraag is: ja, wie is mijn naaste? Maar dat Jezus dan zegt: wie is de naaste geworden? En ja, ik vind dat eigenlijk wel een hele mooie, verhelderende uitspraak. Zou jij zo willen reageren? Ja, het is mooi hoe Jezus inderdaad de hele zaak omdraait. En daar dan ook nog een Samaritaan aan toevoegt. Ja. Want eigenlijk gaat dit verhaal over racisme. Etnocentrisch denken, van alleen de Joden zijn goed. En een Samaritaan, dat is per definitie een foute man. Want die is geen echte Jood, doet gekke dingen. Echt. Er werd op neergekomen, het was zelfs een scheldwoord in Jezus' tijd, hè, Samaritaan. En nou blijkt die de beste naaste te zijn van de Joden. Ik vertel het verhaal wel eens een keer onder de noemer de barmhartige Marokkaan. En dan gewoon even omdenken van, hebben we niet te veel vooroordelen over bepaalde groepen mensen? En Jezus doorbreekt dat door te zeggen: eens kijken, wat een goede Samaritaan, wat een goede Marokkaan, wat een goede Syrische vluchteling. Die doet goed voor ons, waar wij het nalaten. Ja. En ik denk daarom is het verhaal een fantastisch verhaal over deze context. Deze Samaritaan overwint zijn angst, want hij had ook beschuldigd kunnen worden van: heb jij dat gedaan? Hij overwint zijn angst, hij helpt die man. Terwijl anderen waarschijnlijk uit angst snel doorlopen om niet ook zelf slachtoffer te worden. Ja. Denk je dat het ook niet angst was van de priester en de leviet om eromheen te lopen? Dat zal het ook geweest zijn. Ik denk dat het ook een stukje hooghartigheid geweest is. Het afwijzen van mensen die niet bij ons horen. Die niet van onze afkomst zijn. Die zich niet aan onze godsdienst houden. Terwijl Jezus juist duidelijk maakt: ja, maar daar gaat het niet om. Of je kinder van Abraham bent. Of dat je al die wetjes wel onderhoudt. Het gaat erom dat je leeft zoals ik wil dat je leeft. Dat je barmhartigheid bewijst. En dat deed die Samaritaan. En daarom is het een enorm voorbeeld geweest voor de mensen toen. Allemaal in Israël, maar ook voor ons, voor onze kerken. Wij kunnen wel denken dat we met een lidmaatschap van de kerk zijn. We zijn gedoopt, we leven volgens de Bijbel, we noemen onszelf een kind van God. Maar als we blijven die we zijn, dan zijn we als de priester en de leviet, dan gaan we eraan voorbij. En in die zin moeten we worden als de Samaritaan die zijn mooie jasje vies laat worden en die zijn portemonnee trekt en zegt: wacht eventjes, hier is nood, hier moet geholpen worden. Ja. Dat is christendom. En niet eens nood voor het moment, maar ook nog even voor een ook stukje nog voor verderop. Later, precies. Ja. En wat ik ook wel mooi vind is de tekst die de Farizeeën daarvoor aanhaalt, wat ik niet heb gelezen, is: heb je naaste lief als jezelf. Ja. Dat is de samenvatting van het. Ja. En dan, wie is die naaste? Nee, je moet die naaste zijn. Ja. Dus dat is wel heel sterk. Sam, kun jij een voorbeeld geven van een moment dat je of zelf naaste was of dat iemand voor jou de naaste was? Eigenlijk door hulp of door zorg van Nederlandse vrienden. Ik wil gewoon thuis. Dus ik vind gewoon ook belangrijk, als jij geeft liefde, je krijgt gewoon terug. Ik sta gewoon ook voor anderen. En ik denk, neem een rol gewoon als Samaritaan gewoon ook naar de vluchteling. Yeah. Meehelpen en kijk, als hun voelen meer, beter en thuis. Dus hun staan ook voor hun eigen land of hier in Nederland gewoon ook in de maatschappij mee te helpen. Dus Kun je een voorbeeld noemen van een moment dat je jezelf een Samaritaan voelde doordat je iets voor een ander deed? Ik kom heel veel ook bij jeugdclub en gewoon ook met de jeugd spreken en vertellen wat is verschillende ook over hier en het oorloggebied. De jeugd hebben heel veel gewoon materiaal, telefoon, vakantie, kleding en heel veel alleen kijken naar hun eigen leven. Maar niemand weet hoe is het verder in andere land, ook in het oorloggebied. Dus jij komt dan in de jeugdclub van de kerk en dan ben je misschien wel de enige van de kerk, buitenlander. Ook van de gemeente. Niet alleen van de kerk, ook met alle jeugd. Gewoon. Zo van de gemeente. Mooi. Ook met hun spreken en gewoon ook met de mensen
ja, van elke activiteit ook met mensen buiten spreken en vertellen. Mooi. Dus van dit hulp krijg je gewoon ook goede kracht. Ja. En ik vind gewoon kan ook beter voor onze toekomst ook naar een moslim gewoon ook vertellen over onze liefde. Dus het wordt minder extreem. Ja. En meer weten over onze God. Ja. Omdat daar niet veel discussie. Ja. Maar hier in Nederland kan gewoon ook steunen. En Syrische mensen kan zelf ook starten voor een Syrisch. Ja. En gewoon ook participatie gewoon ook in de maatschappij. Nou, ik ga ook zelf, omdat ik heb de liefde ontvangen. Dus ik ga gewoon ook liefde naar anderen brengen. Ja. Ook, dit is ook van God. Dus nou, delen. Sterk hoor. Je, als ik het samenvat, dan heb je 1, zet je gewoon in de maatschappij. Hè, voor christelijke of niet-christelijke jeugd. 2, je zegt, Syriërs kunnen ook iets voor andere Syriërs betekenen. Zoals jij, maar zelfs de mensen die hier nog maar kort zijn, kunnen zich weer inzetten voor de mensen die hier nog minder thuis zijn. En ten derde zeg je ook, het geeft je kracht als je liefde geeft. En als je inzet voor anderen, geeft het jouw kracht. Maar het mooie is dat je zegt, ja, naar de moslims toe, als wij veel voor hen doen en hen veel liefde geven, zal hun extremisme afnemen. Dat is wel mooi, want ik geloof dat ook zeker. Dit is, want dat extremisme komt ook weer ergens uit voort. Dus op het moment dat ze minder reden hebben om extremistisch te zijn, dan verzacht dat ook wat. Dus mooi. Ik wil ook iets toevoegen. In Zwolle was ook bij City Battle de beste idee voor de samenleving. Ik was daar ook betrokken, als ook in het designteam. En het was niet alleen kijken wat is nodig bij de buren, gewoon ook in de wijk, in de maatschappij. Sommige mensen blijven alleen zeuren. Maar niet alleen spreken, maar gewoon meedoen. Ja. Kijk wat is echt nodig. En niet gewoon, oh, mooi verhaal. Nee, gewoon meedoen. Mooi. Morgen ga ik gewoon ook naar het tuin van de buren, gewoon ook meehelpen. Ook in de straat kijken ook. Vrijwillig kan ook heel veel betekenen. Niet alleen centjes. Nou, werk. Als hij heeft geen werk, gewoon doet iets gewoon ook in de maatschappij. Mooi. Maar jij wil nog iets zeggen over Anne van der Bijl? Ja, precies. Ik moest aan Anne van der Bijl denken die ooit zei van als een terrorist met zijn geweer op mij gericht staat, dan zal ik hem omarmen en dan kan hij niet schieten. Nee. Het klinkt heel naïef, maar toch zit er een hele diepe waarheid in. Ja, sterk. Want als Jezus zegt je moet je vijanden lief hebben, dan is dat omdat die vijand nooit liefde heeft gekend. Nee. En van daaruit een vijand is geworden. Ja. En door het vijandschap doorbreek je alleen door met openheid, liefde en niet om met een geweer terug te schieten. Inderdaad, als samenleving. Hè? Ik bedoel, de overheid heeft een andere taak. De overheid, maar het is mooi, jij zei al, ja, ik heb de rol om gewoon wat er op mijn pad komt en wat er in ons land komt, om daar iets mee te doen. Ja. En de overheid heeft zeker een taak om te goed te gaan scheiden wie wel en niet. Maar wie er op ons pad komt. En het omgekeerde is trouwens ook waar, want de angst in de samenleving die ook aangewakkerd wordt, daar ben ik best ongerust over. Ik zie dat gewoon dat gebeurt, ook in politiek Den Haag, die alleen maar groter gemaakt wordt, die leidt tot meer extremisme. Ja. Want er is absoluut een categorie Nederlanders die zich nauwelijks meer Nederlander voelt, die aangekeken wordt, argwanend, en die denkt, jongens, blijkbaar moet ik het toch ergens anders gaan zoeken. Dat vergroot alleen het extremisme, daar moeten we ons ook van bewust zijn. Kunnen we dan zeggen dat extremisten, zowel moslims als extremisten die anti-vluchteling zijn, dat eigenlijk allen een onderliggende angst hebben, en op het moment dat daar heel veel liefde komt, je zei het al, liefde drijft alle angst uit, is een bijbeltekst. Ja. Als we daar gewoon liefde geven zo, aan beide partijen, dat de extremisten iets dat het afneemt? Ja, denk ik wel. Want ook mensen die tegen vluchtelingen zijn, zitten ook vaak in een hoek waar de klappen vallen. Ja. Bezuinigingen, men voelt de welvaartsstaat wordt afgebouwd. Heel erg, enorm. En dan zie je vluchtelingen komen en dan denk je van, ja, maar wij zijn er ook nog. Ja. Dus ook weer gevoel van afwijzing, waardoor je denkt van, ik ben boos. Maar wat mooi als die vluchtelingen dan komen om te helpen, want als ze toch op dit moment geen werk hebben. Hij zegt, nou, dan maar vrijwillig. Ja. Want het zijn vaak mensen waar de zorg van terugneemt, dus ouderen of eenzame of mensen die kwetsbaar zijn. Ik denk dat het elkaar kan versterken. Ja, denk ik ook. Maar dan moeten er wel wat bruggen nog gebouwd worden, Rien. Zeker, heel misschien veel. Misschien moet je nog even een leger bruggenbouwers gaan opleiden. En nog een paar columns erbij. Samenwerken. In algemene zin denk ik dat het waar is dat liefde de angst vermindert. Maar tegelijk denk ik dan ook aan die column van Doewes, Brieven uit de Hel.
Er is wel terdege een strijd gaande op de achtergrond. En de haat wordt alleen maar aangewakkerd. En het extremisme zal alleen maar toenemen. Ja. Maar als we leven vanuit de liefde, in hem zijn, in Christus zijn, ja, dan laten we dat zien in ons leven. En dan maakt het ook niet uit wat er gebeurt. Maar het is geen garantie dat het goed afloopt. Dat toch ook niet. Ja. Nee, hier beneden, hier op aarde. Ja. Ja. En de goede inderdaad blijft altijd boven. Altijd winnen tegen de haat. Ja. Waar het licht is, dat kan duister niet zoveel doen, want het licht is er. Het lichtje is aan. En ik denk ook inderdaad dat, wat jij net zegt, de geestelijke strijd, die moeten we ook niet vergeten natuurlijk. Hè? Dus dat er niet alleen hier, dat we hier een stuk liefde zaaien, maar in gebed kunnen we natuurlijk ook een gevecht leveren, omdat er natuurlijk ook in de geestelijke wereld van alles gebeurt. Ja. Wil je daar eens je licht op laten schijnen? Ja, dat is zeker zo. De wereld is niet alleen maar wat we zien. Toch merk ik dat heel vaak Jezus wijst op het gevaar onder ons en in ons. Een terrorist is niet, zou ik het zeggen. Ik heb net zo goed het kwade in mij en daarom Jezus nodig, dan dat alleen maar de ander kwaad is. Hè. Dat zwart-wit denken moeten we erg voor oppassen. Dat wij toch heel goed zijn en de ander heel slecht. Het slechte onder ons is veel gevaarlijker, want dat zien we, dat herkennen we niet. En ik heb soms zelfs die vluchteling nodig om mij te wijzen op mijn zwakke kant en mijn blinde vlekken. Ik heb meest juist van mijn vrouw geleerd, omdat ze uit een andere cultuur komt. En laat zien dat we als Nederlanders ontzettend veel oogkleppen ook kunnen hebben. Ik denk dat dat geluid moeten we wat meer horen. Toen er in Apeldoorn 500 vluchtelingen kwamen, toen zijn er 600 mensen uit alle kerken bij elkaar gekomen. En toen dacht ik, hier zijn we nu al een jaar mee bezig om die mensen uit die verschillende kerken samen te brengen. Ja. En de vluchtelingen, God geeft ons vluchtelingen om als kerken bij elkaar te komen. Dus inderdaad, soms geeft God ons ook juist door deze situatie die wel lastig is. Ja. Waar we ook erkennen dat er zorgen zijn. Ja. En waar we ook niet wegschuiven dat het soms moeilijk kan zijn. Ja. Maar geeft ons God ons het ook als een mogelijkheid om misschien weer de schouders aaneen te slaan. Ja. Om bepaalde dingen te doen die we anders niet hadden gedaan. Dus God heeft ook plan bij jullie, ook tussen de kerken. Gewoon niet één keer per jaar, gewoon voor inspiratie. Nee. Alle kerken bij elkaar. Nu ook via de vluchteling komen ook de kerken bij elkaar. Om je in te zetten en om dingen te doen met elkaar. Ja. Dus ook dat is weer een brug. Als je het hebt over bruggen bouwen, dan bouwt het bruggen om vluchtelingen te hebben. Tot slot, we zijn alweer aan het einde gekomen. Heb je nog één bericht naar de kijker. Zou je nog iets willen zeggen tot slot? Heel kort. Dan kunnen de anderen ook nog. Ja. Nou, ik denk als je gelooft in Christus en je kijkt naar dit programma, dan denk ik, als Christus ons iets leerde, dan was het wel dat hij van zijn hemel, van zijn troon afstapte naar de aarde en mens werd. Een grotere cross-culturele stap kun je niet voorstellen die Christus heeft gezet. Als wij in die voetsporen willen verder gaan, denk je van, nou, stap eens in de wereld van een ander. En leer eens kennen wat de ander drijft en de angst die ander heeft. Dan zijn je eigen angsten misschien wel veel kleiner dan je denkt. Mooi. In alle onzekerheid van het leven, ook rond vluchtelingen, kan het troost geven dat we weten dat God de geschiedenis bepaalt en schrijft. En dat hem niet uit de hand loopt, want dat de overwinning behaald is. Mooi. Ik zeg, elke terrorist of extreem is slachtoffer. Hij heeft heel veel liefde nodig. En ik denk als hun weten over de liefde en hoop van onze God, dus voelen echt schaam. Dus als die mensen gewoon meehelpen of meedenken, extreem, wij gaan gewoon ook voor verandering liefde brengen en die mensen ook. Ik heb een paar mensen gesproken en hun was heel veel schamen. En ze denken, nou, ik kom naar Europa en heel veel mensen mij waarschuwen. Pas op, Europa. Ja. Hele rare dingen. Maar ik heb niks gezien. Ik zie alleen liefde en zorg aan God. Jullie God is echt prachtig voor ons. Dus was ook een hele goede antwoord van die mensen. Ja, liefde die drijft alle angst uit. En ik wil jullie hartelijk bedanken voor dit gesprek en voor jullie openheid. En ik wil u thuis ook bedanken voor het kijken. En bent u zelf bang of maakt u zich zorgen? Kom in contact met ons, dan helpen we u graag verder. Kent u mensen? Ga het gesprek met ze aan.
En verder willen we ook gewoon zeggen dat Psalm 56, vers 12 zegt: op God vertrouw ik, angst ken ik niet, wat kan een mens mij aandoen? Volgende week praten we met twee bijzondere vrouwen, Vietnam en Angola. Het thema is dan: ik ben ook vluchteling.